Je zou volgens het pretpark niet zelf uit het karretje kunnen komen, hè, met één hand? Nee, volgens het pretpark niet, maar ik geef nu aan, ja, het kan wel. Waarom kan jij het wel? Omdat ik vooral aan klimsporten doe, OCR, en ik ben daar vrij handig in. 8 jaar geleden verloor John zijn hand bij een ongeluk met een gehakt molen. Maar hij heeft zich nooit laten tegenhouden door zijn handicap. In het dagelijks leven is hij rijinstructeur en hij gaat graag naar pretparken. Afgelopen maandag ging hij met zijn gezin naar Fantasialand. Ik had me heel erg op verheugd. Ja. Ik ben echt een achtbaanfreak. En ik had ook nog nooit meegemaakt dat ik niet in een achtbaan mocht. Dus, nog ja, nooit? Nog nooit meegemaakt. Dus dat was een raar gevoel eigenlijk, dat je geweigerd wordt door je handicap. Ik snap het verschil niet van dat je zelfstandig uit een karretje moet kunnen. Dat kan, maar iemand van 80 geeft me ook niet de garantie dat hij standaard of gewoon zelfstandig uit een karretje kan komen. En die mag er wel in? Ja, want die heeft geen zichtbare beperkingen. Fantasialand laat weten dat er nu eenmaal veiligheidsprotocollen zijn die gevolgd moeten worden. Maar voor John kwam de weigering als een totale verrassing. Ze hadden beter kunnen communiceren op dat moment, waarom niet. Of beter van tevoren kunnen aangeven waar je wel niet in mag met een bepaalde beperking. En niet meteen zeggen, alle beperkingen mogen er niet in. Want ja, dat slaat nergens op. Na een goed gesprek is besloten dat John een gedeelte van het entreegeld terugkrijgt. En het gezin mag deze zomer nog een keer terugkomen, als hij maar niet in de achtbaan gaat. Nu moeten we er nog af. Ja, geen probleem. Kleinigheidje. Karretje of dit, maakt eigenlijk niet zo gek van uit, hè. Ook dat is geen probleem.